Straf of nog de Bonucci van Juventus. Nee, maar Bonucci en Chiellini, dat waren natuurlijk magistrale verdedigers, Jan. Hè? Ja. Maar die is natuurlijk voor veel geld gekocht nu door AC Milan. Hebben hem aanvoerder gemaakt. En wat denkt Bonucci nu? Ja, ik kan voetballen. Ik kan voetballen. Ja, dat moet je nooit denken. Ik kan voetballen. Ja. En die gaat dat toch op een gegeven moment exploiteren. Ja. En dit is het resultaat. Dan krijg je er wat, hè? Kijk eens. Hopsakee. Lekker man. Hupsie. En dat doet hij. Dat doet hij regelmatig, hè? Dit. Kijk, hup, kijken. En hoppa! Ja hoor. En, dit is hem weer. Dit is hem weer. Let op. Kss, nou zeg, hé. Kijk eens. Ja, maar dit. Ja. Dit is toch heel erg allemaal? Ja. 40 miljoen gekost. Ja, maar, op dit niveau kan dat niet. Dit is heel erg. Ja. Maar ja, dat komt natuurlijk, Johan. Die is heel groot gemaakt daar. Ja, maar die moest aan een voetballer geven. Die heeft 5 jaar lang heeft die Pirlo voor zijn giegel gehad. Hier, Pirlo, hupsakee. Ja, afpakken en inleveren. Ja, maar nou denkt hij, hé, hey, weet je, aanvoerder. Ik zou eens even laten zien wat kan. Ja, niks. Nee.